nummer 15 is dat inderdaad loopt de vlag achter de tijdwagen. Dus Jos Hermans die probeert hem nog wat aan te sporen vanaf de motor. En dit is de ideale lijn van laten lopen. En de rekenaars die zijn even druk aan het werk en die laat mij nu weten dat de tijd inderdaad onder de 206 mogelijk is. Oké, okay. We are expecting, ladies and gentlemen, the time below 2 hours and 6 minutes. En wie is de koploper?